zijn starters gevallen. Start valt en begint met wat mispasjes voor OSJ's Lover. En de leiding wordt heel makkelijk genomen door Indian Horse. Indian Horse, plaats 2 daarachter, is voor de trainingsgenoot Itaka. En daarachter op de derde plek aan de relingzijde ligt Manza Nieuwpoort met Robin Bakker. Vierde plaats is voor de favoriet Mirage Dragon. Zo aan de paarden de bocht door. Vijfde plek is voor Danny Brouwer met Millennia Renka. Die wordt gevolgd door Ruud Pols, Loverboy van Assen. En daarachter volgt dan nog één deelnemer en dat is Max Lady. Paarden de rechte lijn overzijde. Minima neemt over van zijn werkgever. Het is Itaka die voorbij gaat aan Indian Horse. Komt de eerste 500 meter op de klok. Eens kijken wat die paarden lopen. 13-7 in de beginnersklasse. Dat is pittig genoeg. Andere paarden sluiten nu aan. Op de derde plaats Manza Nieuwpoort. Vierde plaats is voor Mirage Dragon. En vijfde ook vlak daarachter ligt Millennia Renka. En dan het laatste groepje van 3. Dat wordt aangevoerd door Loverboy van Assen. Daarachter springt nu weg Max Lady. En aan de binnenkant, Max Lady gaat aan de binnenkant naar voren. Het paard dat springt is OSJ's Lover. OSJ's Lover op achterstand en zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Leiding in handen van Itaka. Itaka met een lengte. Aan de buitenkant komt naar voren Manza Nieuwpoort. Daarachter aan de relingzijde ligt Indian Horse. Mooie uitgangspositie voor de favoriet. Tussentijd 20-6. De favoriet ligt 4 aan de buitenkant, Mirage Dragon. En vlak achter hem ligt ook in het tweede spoor Millennia Renka. Zo gaan de paarden de laatste 900 meter nu in. En de leiding blijft voor Itaka. Itaka aan de buitenkant daarnaast Manza Nieuwpoort. Daarachter aan de relingzijde Indian Horse. En die wordt gevolgd aan de relingzijde door Max Lady. Loopt geen meter te veel. Aan de buitenkant daarnaast ligt Mirage Dragon. Achter Mirage Dragon volgt dan Danny Brouwer met zijn... Uitgeschakeld nummer 3 galop. Millennia Renka, en zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Tempo lijkt er wel een beetje uit vooraan, maar de tussentijd zal dat bevestigen. Of misschien wel ontkennen. Nee hoor, bevestigen. 1:19:05. En daar komt de aanval aan de buitenkant van Mirage Dragon. Mirage Dragon gaat 3 dik naar voren en probeert voor de bocht nog alle paarden voorbij te komen. Problemen daar voor Manza Nieuwpoort, die zich daar wat scheef maakt en wat terrein verliest in die bocht. En zo zijn de paarden halverwege de Tjada-bocht. Leiding in handen van Itaka. Itaka aan de relingzijde Indian Horse, die voor zijn doen een fantastische koers loopt, want hij is nog nooit bij de eerste paarden binnengekomen. Vandaag ligt hij daar wel. Daarachter aan de relingzijde wacht op ruimte Max Lady. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Er is weinig ruimte om te manoeuvreren. Het is in ieder geval niet de favoriet die doorzet. Itaka leidt nog altijd. Daar komt Indian Horse. Indian Horse komt vrij. En Indian Horse met hele grote stappen gaat voorbij. En Indian Horse wint ook meteen. Indian Horse, Itaka en plaats 3 is voor Millennia Renka. 17-5 voor de winnaar.